Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 26 hier in Monaco. Heb jij aflevering 25 in Spanje gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze kunt zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie jij die video verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan zodat jij geen enkele video meer van me mist. Volg me even op de sociale media, mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie op een van de moeilijkste circuits op de kalender. Het regent namelijk daar ook, dus dat belooft, ja, spektakel denk ik. We gaan het zien voor de kwalificatie in Monaco. We zijn dus aanbeland bij de kwalificatie in Monaco. Het regent dus, dat had ik net al in de voorbeschouwing al gezegd van deze video. En dat maakt het extra lastig om ons goed te kwalificeren in Monaco. Want elk foutje kan hard afgestraft worden. Momentje overstuur op die exit, terwijl Giovinazzi een 1.24.7 laat noteren. Snelste tijd in Q1. Tot nu toe gaat het heel goed in Monaco. Momentje overstuur, helaas, maar dat is geen probleem. Oh, dat was de muur. Iets te scherp ingestuurd dan dat de bedoeling was. En dat brengt ons op een P10. Voorlopig. Pitting this lap then. Come into the pit. Nou, P22 is dat dus geworden. Dat is niet goed om door te kunnen komen naar Q2. En we moeten er alles voor gaan geven om door te kunnen komen, maar ik ben er bang voor. Weer een momentje overstuur op die exit. We zitten wel in het groen. Een tiende onder onze eigen tijd. Dat is nu 2/10 geworden. 1,1 seconde onder onze tijd en het is P21. Oké. Waar staan we? P22. En Russell staat P6 in Q1. Nou, dat wordt leuk in Monaco, waar inhalen niet mogelijk is. We moeten gewoon het beste van zien te maken, helaas. We zijn er klaar voor de grote prijs van Monaco. Gelukkig regent het niet, dus ja, we hebben tenminste mazzel. Daar gaan we dan. Formula One returns to Monte Carlo once again today, home to the world-famous Monte Carlo Casino, first opened in 1863. And, of course, a certain road race, first held here in 1929. There's no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars climb around 40 meters up through Beau Rivage, onto the casino, and then descending down towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of the 19 corners here, 7 to the left and 11 to the right. There's one single DRS zone as well, so don't expect that to make overtaking any easier today. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the professor. No grip penalties, no mitigating circumstances, just a poor qualifying performance and a very disappointing start position for them today. It's not a nice feeling, I promise you. They've got a quick car underneath them, but they've got onto the grid today and they need a pair of binoculars to see the start lights. They'll be desperate for a good start to make up for some of that deficit. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Albon, George Russell, and Gasly, Leclerc, Vettel, Kvyat, and Carlos Sainz. Ricciardo, Ocon, Lando Norris, and Stroll, Matsushita, Grosjean, Sergio Perez, and Nicholas Latifi. De Vries, Giovinazzi, Magnussen and the Professor. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. We zijn inmiddels aangekomen bij de grid. Medium hard is de strategie. En Jeff verwacht een puntfinish, maar ik ga ervan uit dat het niet gaat werken. Dus we moeten gewoon het beste van zien te maken.
op een plek waar inhalen heel lastig is. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 26 hier in Monaco. We starten vanaf de laatste plek en de lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen al beter weg dan Magnussen. We kunnen hier helaas nergens naartoe. Magnussen kijkt naar die buitenkant. En nu is toch echt P21 van ons. Eén plekje gewonnen bij de start, dat is helemaal geen probleem. En je ziet al gelijk dat het een opstopping wordt. Giovinazzi rijdt daar langzaam. We maken een divebomb. En ook Grosjean is gezien samen met De Vries en Latifi. Gele vlag. En dan is het hier gewoon file rijden. Het is weer groen. Klein momentje overstuur. En het is daar geel in sector 2. Er rijdt iemand langzaam. Dat is Ricciardo die daar uitvalt. We raken hem net niet. Maar Daniel Ricciardo valt uit. In de grote prijs van Monaco. Dat is een wedstrijd die hij twee keer had gewonnen. In 2006. Nee, sorry. Die hij één keer had gewonnen. In 2018 volgens mij. En hij had daar twee keer pole namelijk. In 2016 en 2018. DRS is beschikbaar gesteld. Ricciardo zijn auto is weggehaald. En kijk, het is gewoon zo'n trage rit hier. Ronde nummer 6 inmiddels. Oh, het is daar weer geel. Het is daar weer geel. Wat is daar gebeurd? Vettel of Leclerc rijdt daar langzaam. Dat is een Ferrari. Dat weet ik wel. Een Ferrari rijdt daar dus langzaam. Maar wie is het? Het is Sebastian Vettel. En we raken hem net niet. Jezus Christus, dat had helemaal niks gescheeld. Of we hadden een voorvleugel kwijtgeraakt. Safety car is inmiddels uitgeroepen. In één keer uit het niets. We moesten op de rem staan om Perez niet te raken. En Hamilton, die is de safety car al lang gepasseerd. Russell rijdt trouwens op die P2. Dat is heel erg knap. En het zou vet zijn, terwijl in één keer hier iemand op de rem gaat staan. Wat krijgen we nu? Dat Russell nu op P2 rijdt, daar is de safety car. Die passeren wij dus nu ook. En George rijdt op die P2 en kan misschien zijn eerste podium van zijn carrière pakken. En zijn eerste voor Schaven Racing. Dat zou heel vet zijn. En wij moeten gewoon het beste zien te maken. De safety car rijdt dus vooraan. Die heeft Hamilton opgepikt. En het is ronde nummer 9 alweer. Nog 30 ronden te gaan. Dus het duurt nog een hele tijd voordat we dat hebben bereikt. Safety car komt weer naar binnen aan het einde van ronde nummer 9. We gaan ons zometeen voorbereiden op weer racen. Hamilton leidt het veld en gaat op het gas bij start-finish. We moeten wakker blijven. Nou, we zijn wel wakker gebleven. Grosjean is naar die harde band gegaan. Hij is daar namelijk ook op gestart. Komt goed, Jeff. Komt goed. We moeten gewoon in Perez en Kielzog blijven zitten voor die DRS. Anders zijn we gewoon de pineut en is deze wedstrijd gewoon voorbij. Oh, Perez heeft een momentje. Dat zag ik op het uitkomen van die bocht. Een momentje van Perez. Kunnen wij daarvan profiteren? We kijken naar die binnenkant. Remmen iets te diep in. Blokkeren alle banden, de voorbanden blokkeren wij om geen penalty op te leveren. En dat is gelukt. P13 is van ons. Een ongeluksgetal, maar het is helemaal geen probleem. In ronde nummer 12. De volgende heet dan Nobuharu Matsushita. Die voor ons rijdt. In zijn Alfa Romeo. En ik merk dat hij het moeilijk heeft, want het gat naar Ocon is inmiddels 3,1 seconde. Hij gaat ons, denk ik, ophouden. En wij moeten er voorbij zien te proberen, als het lukt. Want je weet, inhalen is bijna onmogelijk in Monaco.
En hier rijdt hij ook heel erg langzaam. 35 km per uur. Dat was de snelheid in de hairpin. Nou, als je dat in een auto rijdt, dan moet je volgens mij naar zijn 2 of zijn 3 versnelling schakelen. Zijn er al een aantal jongens naar binnen gedoken? Nee. We raakten daar wel het muurtje, maar er is volgens mij geen schade aan de voorvleugel, als ik dat goed zeg. We zitten in ronde nummer 17. Wanneer kunnen wij Matsushita voorbij? We blokkeren hier wel een klein beetje, omdat we hard aan het pushen zijn. En nu blokkeert Matsushita. En wij blokkeren namelijk ook. Oh, de auto zijn we net niet kwijt. We kussen de kont van Matsushita. Dat klinkt heel verkeerd. Maar ja, het was dus wel een feit. Daar zitten we dan met een aanval in San Devoot. En het is gelukt. P12, eindelijk is hij van ons. Maar het gat naar Ocon is 3,7 seconden. Zien wij dat hopelijk krimpen, dan kan deze wedstrijd nog spannend worden. Als het gat alleen maar groter wordt, dan hebben we een groot probleem. En daar is dan ook George Russell en co. naar binnen gedoken. En wij rijden dus op die P4. Maar we moeten nog naar binnen. Het is inmiddels ronde nummer 21. En Verstappen zit achter ons. Die rijdt op een verse set mediums. We hebben het hier heel lastig. Max kijkt daar naar die buitenkant, maar we laten geen ruimte over om te zeggen, deze bocht is van mij, Max. Je moet maar een andere bocht zoeken om mij in te halen. En we kunnen hier Russell een voordeel gaan geven door Verstappen op te houden als hij nog naar binnen moet of niet. Dat weet ik niet. En we gaan dus naar binnen voor de harde banden. Verstappen kijkt dan naar die binnenkant. En hij duikt ook naar binnen. Kijken wat onze pittijd wordt. Hopelijk dat die goed is. Exit. 3 seconden. Geen probleem en we komen voor Verstappen weer de baan op die naar die medium band is gegaan. Doet hij dan soft, medium, medium. Interessant. En we komen mooi voor Matsushita weer de baan op. Daar hebben we geen last van. Dat is goed. Ja, Jeff. Dat komt goed. Maak er maar geen zorgen over. Er zijn nog 17 ronden te gaan. Dus het schiet al aardig op. Ronde nummer 28 is het inmiddels. Verstappen heeft Matsushita ingehaald en is nu op weg naar die P13 waar wij dus rijden. En wij zien Perez voor ons rijden die in gevecht is met teammaat Lance Stroll. Rood in sector 1, een tiende langzamer, maar dat is geen probleem. We kunnen helaas naar Perez toekijken en niet aanvallen, omdat we er net niet genoeg achter zitten. Hé, Perez heeft een momentje, dat zie ik. Perez heeft een momentje. Maar we kunnen er niet voorbij helaas, want we moeten ook IRS gaan sparen, dus dat is heel jammer. Ronde nummer 31 is het inmiddels nog 8 ronden te gaan. En dan zit de wedstrijd er alweer op. We hebben zometeen weer DRS. Maar gaat dat ons helpen? Nee, dat gaat ons niet helpen helaas. We zitten in ronde nummer 32 van de wedstrijd.
En Verstappen rijdt achter ons en die heeft zichzelf volgens mij in de voet geschoten met deze strategie, want hij rijdt rond op P14. En daar vertrok hij volgens mij niet van. En een klein momentje op de exit en Verstappen moest daar even een ontwijkingsmanoeuvre doen om geen voorvleugelschade te opleveren. Verstappen kijkt daar naar die buitenkant. We remmen iets te laat in, maar houden nog steeds die positie. Dat is heel goed. Oh, we worden van achteraan getikt. Klopt dat wat ik zeg? Een lichte tik van Verstappen was dat volgens mij. Maar we redden de auto, oftewel, ja, we rijden niet in de muur. Alsjeblieft, daar heb ik het antwoord. We zitten in ronde nummer 34 van de wedstrijd. Nog 5 ronden te gaan. Oh, iets te wijd. En Verstappen kijkt daar weer. En wij blokkeren die binnenkant. En hij kan er niet langs. Dat is heel goed. En Perez, ja, is gewoon van ons weggereden. Daar kunnen we gewoon niet meer naartoe rijden. Want het gat is 5,4 seconden. En ja, jammer dat het Monaco is. Dat we, ja, gewoon in een saaie wedstrijd terechtkomen. Volgens mij is Verstappen naar binnen gedoken en Matsushita duikt ook naar binnen. Waarom? Die hebben mij geraakt op mijn achterkant. Oftewel, op de achterkant van de auto hebben zij mij geraakt met een voorvleugel en zijn dus naar binnen gegaan om een nieuwe neus te halen. Ja, Verstappen zet ook een snel raceband neer. Dat is ook logisch, want hij rijdt op een verse set medium banden. We moeten er even het hoofd koel zien te houden om zelf geen fout te maken. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. George Russell finisht als P2. Lekker George. Pakt een podium voor ons. Pakt zijn allereerste podium in F1 2020 My Team Career Mode. En wij finishen op een P13. We mogen, ja, tevreden zijn. Vanaf de laatste plek naar P13 in een wedstrijd waar je niet echt in kan halen. We hebben het toch geflikt. Maar ik ben heel blij voor George. They've done it then. They've won here in Monaco with an emphatic performance and a victory they can be proud of for years to come. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. Russell pakt zijn eerste podium in zijn carrière. Bottas naar P3 en wij dus naar P13. Russell klimt naar P6. En we krijgen driver of the day van de fans en van Anthony Davidson. Dat is heel goed. P13. En we vertrokken vanaf de laatste plek. P3 in het constructeursklassement. We zijn gewoon in niemands land, maar dat is helemaal geen probleem. Ik vind het allemaal goed zo. Wat wij kunnen doen. Ja, met de auto en met de AI die op 95 staat. Ook in Monaco stond hij op 95. Dus ja, dat maakt het
extra goed dat we een goede wedstrijd hebben gereden. Dit was de video, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat de week aan moet worden. Of vond je de video leuk? Laat dan vooral in de reacties achter wat je er dan leuk aan vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Canada.